Woensdag was het Internationale Vrouwendag. En op die dag werd in de gemeente Roermond de Mathilde Haan-speld uitgereikt. En die was dit jaar voor wethouder Marianne Smitsmans. Deze prijs werd uitgereikt al 20 jaar lang door de Roermondse Vrouwenraad. En die geven ze eigenlijk aan vrouwen die het betekend hebben voor de samenleving, voor de gemeenschap. En ik ben natuurlijk hartstikke trots dat ze hebben gemeend om mij ook de prijs te willen geven. Dat vind ik heel erg fijn. Vandaag heeft zij de Mathilde Haan onderscheiding uitgereikt gekregen. En dat is de 20ste keer dat wij in het bestaan van 40 jaar Roermondse Vrouwenraad voor de 20ste keer een speld uitreikten. En wij vonden dat zij in het rijtje van de 20 vrouwen, dat zij daar een hele goede kandidaat in was. Waarom is het belangrijk dat we hier aandacht aan besteden? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we aandacht hebben voor sterke mensen in de samenleving en voor vrouwen in het bijzonder. Want vrouwen staan toch nog vaak op een achterstandspositie. En ik denk alle vrouwen samen moeten gewoon het verschil maken en laten zien dat ze ook gaan betekenen en dat ze een grote rol hebben in de samenleving. Je bent vooral heel trots vandaag. Ik ben echt heel erg trots, joh. Echt gewoon groots dat ik hier als Roermonds meisje op het Roermondse veld mocht staan en deze eervolle speld en onderscheiding mocht ontvangen.